Mijn naam is Anders Bauer. Ik ben docent-onderzoeker HBO-ICT, gespecialiseerd in game development daar. Maar ik heb een achtergrond in AI en ook gepromoveerd op AI in het onderwijs. En sinds anderhalf jaar ben ik op de HVA ook kwartiermaker Smart Education. Dus ik werk bij twee faculteiten, de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie. Als docentonderzoeker en binnen de faculteit Onderwijs en Opvoeding als kwartiermaker Smart Education. Voor Smart Education werk ik veel samen met lector Bert Bredeweg. En we zijn dus beide verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam. En deze ontwerpsessie gaat over de vraag: hoe kunnen we de mogelijkheden van AI in het onderwijs inzichtelijk maken voor docenten en eventueel andere onderwijsprofessionals? En misschien ook wel leerlingen. En dit is dus in het kader van de maand van AI in het onderwijs. Dit is mijn voorstel voor de agenda. Ik vind het leuk om even jullie te leren kennen. En ik denk dat het ook wel belangrijk is om daarna de goede zwaartepunten te kunnen leggen. Dus ik vraag jullie straks om eventjes iets te delen, bijvoorbeeld je naam, functie en organisatie en of je al bepaalde ervaring hebt met AI in het onderwijs, vaak afgekort als AI in education. En als je nog geen ervaring hebt, of je dan misschien wel specifieke interesse hebt in een bepaald deelgebied. En ik heb gevraagd of je eventueel een aha-moment kunt delen, van wat was nou het moment waarop je besefte van ik moet iets doen met AI in het onderwijs of in mijn onderwijs. En ik zeg delen en daarvoor heb ik een medium gecreëerd. Dat zal ik even met jullie delen. Als ik het tenminste kan vinden. Ik deel nu in de chat het link naar een Padlet. Ik weet niet of jullie ervaring hebben met Padlets. Dus even kijken of je ook het chatwindow ziet. Dus kijk even of je dat Padlet kan openen. Zo ja, zet dan even oké in de chat. Dan kan ik even zien of dat goed gaat. En nee, het gaat goed. Dan lijkt het me ook leuk om het ook eventjes in audio te kunnen doen. Dus als ik zie dat iemand een beetje klaar is met schrijven, dan geef ik hem even het woord en dan kan iedereen het ook horen. Oké? Kunnen jullie al praten of moet ik jullie daarvoor unmuten? Als ik Erik de Kamp het woord zou willen geven. Kun je even kort zeggen je voorstel rondje doen? Ongeveer 1 minuut per persoon. Ben ik in beeld? Of is mijn geluid te horen? Ik hoor je wel, ik zie je nog niet. Nee, oké. Een momentje hoor. Video starten, ja. Ja, ik ben dus Erik de Kant. Ik kom van het LUMC. En ik ben daar informatiemanager voor onderwijs. En eigenlijk het gaat gewoon om belangstelling die ik heb. En te zien, je ziet gewoon alle mogelijkheden die er zijn. En ik ben gewoon op zoek naar hoe we kansen kunnen benutten van AI
En hoe we dat over kunnen brengen naar docenten en ons bestuur. Hoe we dat daar wat mee zouden kunnen doen. Dat klinkt als een in de buurt van het doel wat ik net beschreef, dus dat is mooi. Greet, kan ik het stokje aan jou geven? Of misschien... Ja, dat is prima. Nou, ik sluit me volledig aan bij mijn voorganger, want ik ben Greet Lindner, maar ik ben ook informatiemanager onderwijs. En ja, ook voor mij geldt dat de verwachtingen zijn gewoon hoog met wat wij hiermee kunnen toevoegen straks in het onderwijs. En daar wil ik gewoon kijken hoe we dat voor elkaar kunnen gaan krijgen en mijn stokje aan bijdragen. En ik heb vooral nog theoretische ervaring, dus weinig ervaring in de praktijk. Oké, dankjewel. Suzanne van Brix, kan ik jou het woord geven? Ja, natuurlijk. Hallo, ik ben Suzanne van Brix, business analyst bij TU Eindhoven. Ik heb zelf geen ervaring met AI in onderwijs, maar ik ben ook vrij nieuw in mijn rol. Dus ik kom, ik denk hoofddoel is gewoon ontdekken, horen wat er is, horen wat de impact van AI is op educatie. En kijken wat feedback ik aan mijn team kan geven. We zijn allemaal, denk ik, ontdekken. Dus vandaar, voor de inspiratie kom ik. Oké. Ik zie business analyst domain education uit de TU. Maar mag ik daar even over vragen? Domain education, is dat dan vooral de education binnen de TU? Of is dat ook een breder werkveld? Nee, dat klopt. Dat is binnen de TU. Wij hebben onze werk opgesplitst in drie verschillende domeinen. Dus onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering. En mijn taak is de business analyses op onderwijs. Dus, maar dat is echt wel binnen de TU. Alleen we zoeken altijd medewerking en samenwerking op met andere universiteiten door middel van Eurotech en verschillende allianties die wij hebben. Dus wie weet dat het breder wordt, maar op dit moment is het gefocust op de TU. Oké, dankjewel. Dan zie ik in het lijstje Koen Vinken. Ja, goedemiddag. Ik ben UAD in het UMC Utrecht en ik ben vanuit de wetenschap en informaticus betrokken bij AI-projecten bij studenten. Maar ik heb een switch gemaakt naar onderwijs en daarom ben ik ook geïnteresseerd in dit onderwerp. Omdat wij vooral bij radiologie merken dat er steeds meer AI gebruikt wordt en dat moet ook onderwezen worden. En daar hebben ze nog totaal geen kaas van gegeven op dit moment. We zijn met een projectgroep bezig om daar vorm aan te geven en ik hoop hier wat inspiratie op te doen. Oké. Begrijp ik dan goed dat het misschien meer gaat om onderwijs over AI dan onderwijs met AI? Ja, dat is wel een beetje een zijstraatje in dat opzicht. Oké. Bij deze ontwerpsessie had ik de focus meer op onderwijs met AI, maar soms zijn ze ook moeilijk te scheiden. Dus nou, ik ben er wel in geïnteresseerd hoor. Dus je hebt altijd kans dat we ook die andere slag ook nog gaan maken, maar dat zal fase 2 zijn. Dus ik heb daar wel wat ideeën over. Dus komt goed. Oké, goed. Sharon? Ik ken jou, maar de rest misschien nog niet. Je staat nog op mute, denk ik. Goedemiddag, mijn naam is Sharon Kaler. Dank je, Anders. Ik ben docent-onderzoeker op de faculteit Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam. Daar ken ik Anders vandaan. Ik ben docent op de masterleraar wiskunde. En daarnaast doe ik onderzoek naar computational thinking in het Smart Education Lab, waar Anders net naar refereerde. Ik ben geïnteresseerd geraakt in AI en het onderwijs toen ik merkte dat in de wereld, wat de voorganger net zei, Koen, dat in de wereld om ons heen er steeds meer AI voorkomt. En ik denk dat het belangrijk voor leerlingen is, zowel de basisschool als de middelbare school, om daar kennis mee te maken.
En daartoe moeten de leraren die ik lesgeef op de HVA ook toegerust zijn met kennis over AI, want anders kunnen zij hun leerlingen niet instrueren. Oké. En dank je. Dan hebben we Edwin. Welkom. Hoi, goedemiddag allemaal. Ik ben Edwin, ik werk ook op de TU samen met Susan. Ik ben Teach Support Officer van Afdeling Centraal. Op de 9 faculteiten bij de TU hebben we allemaal facultaire Teach Supporters. Ik werk op de Afdeling Centraal. We houden ons namelijk bezig met design en redesign van online en hybride cursus op het moment. We zijn key users voor verschillende tools die we gebruiken. En ik heb een klein beetje ervaring met het AI in het onderwijs via Feedback Fruits. Gebruiken wij een automated feedback en dat is met behulp van AI. Mm-hmm. Oké, okay. Ja. Dankjewel. Bij de HVA zijn we ook net, zijn we al een tijdje bezig met Feedback Fruits, maar nu ook bezig met te kijken naar nieuwe features ten behoeve van schrijfonderwijs. Dus dat vind ik ook interessant. Ja. Even kijken. Heb ik iedereen gehad? Zo nee, laat het even weten in de chat. Anders maak ik even het rondje af door zelf ook nog iets meer te zeggen over Smart Education. Smart Education is dus een programma van de FO, Faculteit Onderwijs en Opvoeding op de Hogeschool van Amsterdam. Dat zich richt op het ontwikkelen en verspreiden van kennis en expertise op het gebied van ICT in het onderwijs. En dan focussen we op AI en andere innovatieve ICT-technieken. En we zien het eigenlijk als een driehoek. We proberen zelf onderzoek te doen en innovatie aan te jagen op het gebied van educatieve technologie, edtech. Maar ook expertise daarover te ontwikkelen en te verspreiden. En we willen dat dat terechtkomt bij docenten, met name docenten in de lerarenopleidingen, zodat FO, onze faculteit, leraren in de opleiding kan opleiden tot digitaal bekwame docenten. Binnen Smart Education hebben we een waaier van projecten ondersteund de afgelopen 2 jaar. Maar inmiddels hebben we een beetje een focus op 4 thema's. Computational thinking, waar Sharon ook mee bezig is. Interactieve kennisrepresentaties. Game-based learning. Is niet altijd met AI, maar kan wel. En learning analytics. En het uitgangspunt daarbij is dat we het altijd proberen te combineren met dat onderzoek, zodat we het onderwijs kunnen verbeteren op basis van evidence. Dus evidence-informed bezig zijn met onderwijsvernieuwing. En in het algemeen proberen we dus professionele ontwikkeling op dit gebied te stimuleren. En naast de 4 thema's komen ook dingen uit intelligent tutoring en peer feedback en zaken als augmented en virtual reality ook wel aan bod. Dit hebben we gedaan. Het doel van deze workshop is eigenlijk dat ik besef dat AI heel veel kan, dat er heel veel kansen zijn in het onderwijs, maar dat de breedte van de mogelijkheden vaak niet bekend is bij mensen. En dat ik me afvraag hoe daar meer rugbaarheid aan te geven, zodat docenten beter toegerust zijn in het kiezen van materiaal, beter wat er al mogelijk is, wat ze eventueel al kunnen gebruiken. Nou wil ik de situatie niet mooier maken dan die is. Heel veel op dit gebied verkeert nog in de onderzoeksfase. Maar ik denk dat het ook goed is om daar kennis
van te nemen. En misschien ook wel, ik stimuleer eigenlijk ook docenten om mee te doen met onderzoeksprojecten, zodat ze ook kennis kunnen nemen van nieuwe technieken, die misschien hun waarde nog enigszins moeten bewijzen. Maar sommige dingen hebben hun waarde wel al min of meer bewezen. Dus dat onderscheid moeten we denk ik ook duidelijk maken. Voor docenten, zodat die er profijt van kunnen hebben. Maar ik denk dus ook aan onze eigen doelgroep van studenten in de lerarenopleidingen. En ik wou vandaag vooral daarop focussen. Maar ik kan me voorstellen dat ook andere onderwijsprofessionals, zoals leidinggevende, schoolbesturen of ICT-ondersteuners, hier ook wat aan kunnen hebben. En de groep waar we het uiteindelijk voor doen, zijn leerlingen en studenten. Maar ik denk in tweede instantie. Dus ik denk dat we daar vandaag niet per se de nadruk op leggen. Maar hoe? Even kijken. In de Padlet kunnen jullie ook gebruik maken van thumbs up en thumbs down. Maar ik ben meer voorstander voor de thumbs up. Ik maak even aparte doelgroepjes aan. En dan kunnen we even kijken of dat ook werkt. Geef even een duimpje voor de dingen die je belangrijk vindt om het vandaag over te hebben. En als dat onderwijsprofessionals zijn, kun je misschien daaronder iets toevoegen over wat voor soort dan. Zien we dat in de kolom doelen? Misschien is het goed als ik dat even erbij pak. Stop sharing. Even een ander scherm delen. Zie je nu de Padlet? Nou, is alleen mijn chatwindowtje weer even verdwenen. Oké, dus ik zie duimpjes voor docenten, studenten leraaropleidingen en eentje voor andere onderwijsprofessionals, maar ook leerlingen. Oké. Wat willen we bereiken? Ik dacht dus zelf aan materiaal voor docenten om meer te weten te komen over de mogelijkheden. Maar ik ben benieuwd hoe jullie daar tegenaan kijken. Dus als je zelf daar ideeën over hebt, laten we daar even een paar minuutjes voor nemen. Als het gaat over bepaalde doelgroepen, kun je dat in een comment bij die doelgroep zetten.
Ik. Misschien is het goed om ook eventjes op een rijtje te zetten de die verschillende mogelijkheden van AI, zoals ik ze in de workshop tekst had genoteerd. Dan maak ik even een nieuwe kolom voor aan. Dus ik heb een nieuwe kolom aangemaakt. Zien jullie die? Vormen, technieken, doelen van AI in onderwijs. Dus een vorm die nu heel erg benadrukt wordt, is Learning Analytics. Het gebruik van onderwijsdata. Maar ik denk dus ook aan dingen als interactieve kennisrepresentaties. Intelligent tutoring. Interactieve leeromgevingen. Wat ik er intelligenter van maken. Voel je vrij om daar dingen aan toe te voegen? En dan ben ik ook benieuwd of jullie daar enigszins bekend mee zijn. Intelligente feedback. Adaptief aanbieden van leermateriaal. Dus personaliseerd leren. Dat overlapt een beetje, maar. Kijk even of ik daarmee mijn lijstje had. Als een bepaalde term nieuw is, laat het dan ook even weten. Dan kan ik daar eventueel iets over zeggen of proberen iets ervan te laten zien. Helaas heb ik niet van alles heel goede voorbeelden beschikbaar. Dat is een van de redenen van deze workshop, om te kijken waar dat soort voorbeelden nou aan zouden moeten voldoen. Zodat we ook op een gerichte manier een collectie van voorbeelden of kennis daarover, dat we dat kunnen verzamelen en aan kunnen bieden.
automatische generatie van oefeningen. Kun je ook aan denken. Personalisatie van leerpaden. Hier. Ik zie wat commentaar. Ik zit even in de kolom te kijken, vormen, technieken, doelen van AI in onderwijs. Zijn de onderstaande vormen in veel gevallen niet een voorbeeld van de toepassing van Learning Analytics? Niet per se. Ik denk eigenlijk niet zozeer. Het kan zijn dat Learning Analytics daarin wordt toegepast. Maar dat hoeft niet per se. Interactieve kennisrepresentaties, bijvoorbeeld interactieve kennisdiagrammen. Daarbij denk ik aan conceptuele modellen, concept maps bijvoorbeeld, die studenten kunnen maken. En waar ze dan feedback op krijgen van het systeem. Omdat het systeem ook kennis heeft over, zeg maar, een goede map, wat daarin zou moeten zitten. En dat hij dat dan naast elkaar legt, wat de student heeft gemaakt en wat het systeem als model heeft. En dat hij dan daar op basis daarvan feedback kan geven. Of dat je een model in elkaar zet. Door bouwstenen bij elkaar te zetten en dat er vervolgens iets gebeurt. Dat je daarmee iets creëert wat kan gaan runnen. Bijvoorbeeld, we hebben in het verleden gewerkt aan een simulatieomgeving waar je ecologische modellen kon maken. Over bomen die gingen groeien onder de juiste condities. En vervuiling van rivieren, hoe dat kon ontstaan. Welke factoren daar een rol bij speelden. En als je daar de juiste kennis voor maakte, kon het systeem dan vervolgens dus mogelijke toekomsten voorspellen. Dus dat is ook een vorm van interactieve kennisrepresentaties. Dat kunnen we ook zelfs wel simulatiegebaseerde leeromgevingen noemen. Ik ga even. Is dat een beetje helder? Ik ben even het chatwindow kwijt. Dat is vervelend. Bring it on the front. Goed. Even kijken, ik loop nog even verder door jullie comments. Dus intelligente leeromgevingen, intelligente feedback. Ik zie een aantal duimpjes. Bij automatische generatie van oefeningen valt het iteratief updaten van itembanken hier ook onder. Ik dacht hier aan dat AI een rol speelt in het maken van variaties op oefeningen. Dus dat je de kennis over een onderwerp zodanig in het systeem zet, dat het systeem daar zelf nieuwe oefeningen over kan maken. Dat je niet elke oefening die studenten zien van tevoren hoeft uit te schrijven. Dus dat kan relatief eenvoudig door een template oefening te maken met een aantal variabelen. En dat het systeem dan die variabelen invult met bepaalde waardes. Bijvoorbeeld x plus y is z. En dat het verschillende waardes voor x en y kiest. En dat jij dan als student, als leerling z moet invullen. Maar ja, dat soort dingen kunnen steeds ingewikkelder worden naarmate je grotere opgaves maakt.
En misschien niet alleen maar variabelen, maar ook bouwstukken, bouwstenen daarvoor invult. Oké. Ik ga even een stukje terug naar de behoefteanalyse. Aan welke informatie hebben we behoefte? Ik zie iemand e-learning voor docenten. Daar ben ik dan wel benieuwd naar wat je daaronder verstaat. Er staat geen naam bij, dus ik weet even niet van wie dat was. Kan iemand daar meer over zeggen? Dat is van mij anders, Koen. Oké. Okay. Ja, de behoefteanalyse, nou ja, omdat er zo weinig materiaal is op dit moment, zitten we allemaal een beetje te stoeien met hoe we het dan gaan overbrengen naar die docenten. Dus ik denk dat de eerste stap zou zijn om het via een e-learning aan te gaan bieden, omdat het anders veel te complex wordt voor iedereen. Oké, okay, dus e-learning over dit topic. Oké, okay, ja, dan begrijp ik het. Ja. Oké. Okay. En ik zie proeftime voor docenten staan. Met een link naar het versnellingsplan. De hackathon, die is ook in het kader van deze. Ja, daarvan had ik gezien, moet even kijken of ik daar ook aan mee kan doen. Ik begrijp dat er een hackathon is over een case. Van hoe kan ik AI toepassen in het onderwijs op het HBO? Zal ik even kort toelichten? Ik heb hem erin gezet. Ja, de case zou nog bekend gemaakt worden. Dus als je daar al een tipje van de sluier kan lichten, dan graag. Nou, dat niet, want dat gaat volgens mij met de hackathon zelf gebeuren. Maar hij is bedoeld om docenten te professionaliseren. En nu word je ook daadwerkelijk... Dus er zit ook voorbereiding, zoals als je het hebt over een e-learning... Ja, er zit een voorbereidingsmodule bij. Ja, dus dat is eigenlijk een soort e-learning om je voor te bereiden als docent op die hackathon. En het geheel is bedoeld inderdaad om docenten kennis te laten maken met AI in het onderwijs. En hij komt nadat deze is uitgevoerd, komt hij als een soort kant-en-klare module. Wordt hij gewoon beschikbaar gesteld aan afdelingen die het bij hun eigen onderwijs willen gaan inzetten. Dus vandaar dat ik hem hier genoemd heb. Oké. Okay. Dankjewel. Even kijken. Ik ga even terug naar mijn presentatie. Ah, hier. Het is, WebEx heeft een menubalk die zich verstopt. Dus ik zat even te zoeken. Dus stop sharing. Oké, okay, nu is mijn presentatie weer in bereik. Oké, okay. De volgende vraag is, aan wat voor soort materiaal is behoefte? Ik vraag me dan af, aan de ene kant, wat voor content moet erin zitten? Wat voor informatie moet erin zitten? Maar het kan ook gekoppeld zijn aan het soort materiaal, dus het soort media. Website, blogs, handboek, brochures, video's, interactieve demo's. Dat zou ik zelf eigenlijk het liefst willen zien. Maar misschien ook workshops, zoals deze. Maar dan liefst met meer hands-on
delen. Dat je echt met applicaties aan de slag gaat en als docent leert hoe je daarmee kan werken. Dus ik zou daar graag ook jullie duimpjes over willen zien. En dan bij elk van die categorieën misschien suggesties over wat er dan in zou kunnen zitten. En ik had over een aantal al nagedacht, maar die laat ik dan over een paar minuutjes zien. Dat je eerst even daar zelf over na kan denken. Dus probeer eventjes in... Even over deze vragen na te denken en kijken of je daar iets over in de chat kan delen. Of in de Padlet. En ik zal dan even kijken of ik van een aantal heb ik al een paar voorbeelden. En dan zal ik dan ook in die categorieën erbij zetten. Als iemand het makkelijker vindt om het mondeling te doen, dan vind ik dat ook prima. Dan probeer ik het te typen. Ik zie dat iemand best practices heeft toegevoegd. Voorbeelden uit de praktijk die aantoonbaar werken. Dat leek me inderdaad een hele goeie. Ik had zelf dit lijstje. Dus ik had bij elk van die categorieën eigenlijk een bepaalde invulling in gedachten. Zien jullie nu nog steeds mijn presentatie? Nee, we zien nu de Padlet. Of de Padlet, oké. Oké. Nu wel.
plaats ik even de Padlet naar mijn andere scherm. Nee, lukt me niet. Ja. Dus ik dacht aan, ja, een website kan vooral, kan onder andere geschikt zijn als verzamelplaats voor links naar inspirerende voorbeelden. Ik dacht ook aan praktijkvoorbeelden van scholen over hoe zij al AI het hebben toegepast. En dat zou misschien in de vorm van een blog kunnen. Ik vroeg me af of er behoefte zou zijn aan een handboek. Binnen een project waar ik nu mee bezig ben over game-based learning. Dan maken we bijvoorbeeld een handboek voor docenten. Met voorbeelden van games en zogenaamde teaching scenario's over hoe ze daarmee om kunnen gaan in een les. Dus misschien is dat ook wel nuttig. Een korte brochure misschien? Anders, Koen, hier, wat ik bij dat handboek een beetje waar ik aan moet denken, zijn die boekjes van Surf die om de havenklap worden uitgegeven. Die vallen volgens mij best goed bij de mensen. Okay. Je hebt diverse handboekjes over toetsen en leren. En daar staat een beetje een combinatie in van algemene informatie en wat zijdelings informatie van mensen die dan één typisch voorbeeld beschrijven. Dat is altijd wel erg goed. Dus dat zou volgens mij heel goed passen. Oké. Okay. Als je toevallig een link hebt, ik ga even zoeken. Kun je misschien delen onder inspirerende voorbeelden? Ja, ga ik doen. Ik heb al surfhandboekjes gezet, maar als ik het nog concreter kunnen maken, dan graag. Ik had ook nog een... Even kijken. Ik had een aparte kolom gemaakt voor literatuur. Daar zal ik zo even wat bronnen in delen. Maar ik denk dat voor de doelgroep van docenten en andere onderwijsprofessionals, die niet per se in het hoger onderwijs of universitair zijn, dat literatuur niet de meest aansprekende vorm is. Dus degene die best practices had geschreven, hoe zou je die het best kunnen delen, denk je? Ja, die is ook van mij anders. Koen weer. Ik zal mijn video aanzetten. Wat ik daarbij voor ogen heb, is echt een bijeenkomst waar mensen bij elkaar komen. Want dat mag ook langzaam weer. Waarbij je die voorbeelden gewoon presenteren. Dat werkt super inspirerend. Ik heb het bij Surfshow ook een paar keer gedaan. Dan krijg je heel veel reactie uit de zaal. Veel vragen, veel interactie. Dat is heel goed ontvangen iedere keer. Dus dan deden we meestal 3 verschillende onderwerpen in 1 uur, 1,5 uur. Ik denk dat hier ook kan werken. Want dan kan je het ook echt uitleggen. Het is best een moeilijk onderwerp. Nog meer dan vragen hebben, dan gaat dat veel makkelijker om het uit te leggen. In een boekje toch wat lastiger. Oké. Okay. En wat voor soort publiek en sprekers had je dan? Nou, in dit geval ging het over toetsen. Dus dat was echt allemaal mensen, onderwijskundigen, mensen die met itembanken bezig waren. Dus dat was van een man of 40. Die waren alleen maar met toetsing bezig, dus dat was wel een heel specifiek onderwerp. Maar we hadden 3 verschillende doelgebieden en echt compleet verschillend. Dus we hadden niks met elkaar te maken, maar dat was juist zo leuk. Dus... Oké. Okay. En denk je dat een blog ook zou kunnen werken daarvoor? Waarop spreek mij minder aan, maar dat is dan, okay. Ja, ik ben meer van interactie. Dus het lezen van informatie doe je meer thuis en achter de computer, maar je moet mensen bij elkaar brengen bij dit soort dingen. Oké. Okay. Sharon heeft gereageerd op het idee van workshops, voorbeelden van het onderwijs laten zien. Oké. Okay. En hoe zou je dat het best kunnen laten zien, denk je? Ik denk, net als net, werd gezegd, eigenlijk best practices laten zien. Je zou misschien video-opnames kunnen laten zien van hoe AI in het onderwijs wordt toegepast. Dus leerlingen die aan het werk zijn met AI, of hoe ze daarvan leren. En of studenten, hoe die daarvan leren.
hoe het wordt ingezet, bijvoorbeeld met de chatbot of zoiets. Dus dat het echt zichtbaar is en daarover gesproken kan worden. Okay. Zoals Koen net zei. Dus met video's. Een discussie. En interactieve demo's die je online kan, waar je online mee kan spelen. Dat je echt ja, zelf kan spelen met de software. Denken jullie dat daar behoefte aan is? Is dat niet heel specifiek voor je vakgebied? Dat dat een beetje, maar je wil dat heel algemeen houden, want dat maakt het wel wat lastiger. Ja. Dat is inderdaad een goed punt. Als je de waarde wil laten zien van learning analytics, dan doet het vakgebied er misschien niet zo toe. Maar als je het hebt over interactieve kennisrepresentaties en je voorbeeld gaat over ecologie of biologie, dan werkt dat misschien niet zo goed voor een doelgroep geïnteresseerd in economie of wiskunde. Dus daar heb je wel een punt. Misschien is het goed om ook te categoriseren op vakgebied. Dat je kan zien van, oh, voor economie zijn deze dingen al beschikbaar. Dus zou dat nuttig zijn dat we. Ja, dat denk ik wel. Voorbeelden binnen. Specifieke vakgebieden. Ja, dat denk ik ook. Maar dan moeten we denk ik ook het niveau meenemen natuurlijk. Want ja, voor het primair onderwijs zien dingen er weer anders uit dan voor voortgezet of hoger onderwijs. Of praktijkonderwijs. Simpel. Oké. Ik zie dat we al een klein uurtje bezig zijn. Het lijkt me goed om even te pauzeren. Ik had een kwartiertje in gedachten, maar als je dat te lang vindt, kun je alvast nadenken over inspirerende voorbeelden en die ook in een kolom zetten. Maar ik denk dat het goed is om ook even de benen te strekken en zodoende ons brein fit te houden. Hoe lang zullen we doen? Kwartiertje? Of is dat te lang gegeven de tijd dat we nog tot 3 uur hebben? Volstaat 10 minuten? 10 minuten lijkt me prima. Nu is het jammer dat ik de chatwindow even niet zie. Ja, ik zeg net dat ik er vanwege een andere bijeenkomst vandoor moet. Dankjewel. Oh,
vond het een nuttige bijeenkomst. Iedereen tot ziens. Hopelijk tot ziens bij het vervolg. Oké. Okay. We houden je op de hoogte over de vervolgstappen dan. Dank je. Pasje. Ik zie het chatwindow even niet. Als ik meer stemmen heb voor 10 minuten, dan doen we 10 minuutjes. Maar als er meer stemmen zijn voor 15 minuten, doen we het. Ah, daar is de chat. 10 minuten is prima. Oké. Okay. Laten we dan 14:37 weer verder gaan. Oké? Okay? Alles? Ja? Net voordat je je voorstel bracht om pauze in te lassen, wilde ik al even melden dat ik helaas niet langer dan tot 2:30 kan blijven. Dus excuses voor mijn voortrek, maar ik ga er dan nu vandoor. En bedankt. Oké. Okay. Als je mij je e-mailadres stuurt, kan ik je op de hoogte houden over de vervolgstappen die we eventueel nemen. Ja. Ik zet hem in de chat. Goed idee. Oké. Okay. Bedankt voor je deelname tot nu toe. Ja, dank je. En alvast een fijn weekend. Ja, hetzelfde. Dag. En word vervolgd. Groeten. Oké, tot straks.
Oké, ik ben er weer. Hoor je mij weer? Oh, Susanne heeft nog 12 minuutjes, zie ik. Als er tijd is, mag ik wat vragen stellen? Zeker. Oké. Is nu een goede moment of gaan we door met behoeftes ophalen? Of? Nee, dus graag ga je gang. Oké. Ik was benieuwd wat de impact van AI is op de technologische landschap. Dus, van wat ik doe. Op de TU, ik kijk naar welke nieuwe software eraan komt en ik kijk of daar een business case voor is, of het dan voldoet aan ICT-beleid en principes, of daar voldoende business case is gezien de kost, de architectuur, de demand. Dus wij brengen dan allerlei factoren bij elkaar. En wat is nou speciaal en inherent aan AI die de boel anders of ingewikkelder gaat maken? Of gewoon, wat betekent dat dan als je het bekijkt vanuit het perspectief van een business analyst? Goed punt. Want door de invoering van AI-technologie kan natuurlijk je werk als docent veranderen. Mm-hmm. Zijn dat soort dingen? Ja, je werk als docent. Ja, maar bepaalde dingen worden geautomatiseerd. Learning analytics wordt dan heel prominent in beeld. Dus wat voor impact heeft dat aan de business? En dan bedoel ik niet alleen voor de docent, maar bedoel ik ook de studenten, ook ondersteunend personeel zoals ik. Ja, ik weet dat dat een hele vage, hele brede vraag is, maar ik probeer ook een beetje te voelen van... Wat zijn nou de hele typische dingen die gebeuren als je AI gaat invoeren in educatie? Ja, goed punt. Ik heb het idee dat er wel iets over te vinden is in een aantal van de bronnen die ik heb gedeeld met jullie. De eerste vier, denk ik. Oké. Kijk eens, zien jullie mijn scherm nog met de Padlet? Ja. De inspirerende literatuur. Dus ik vind het zelf inspirerend, ik hoop jullie ook. Het eerste is een rapport dat is geschreven voor de overheid. De mogelijkheden en onmogelijkheden van KI in het onderwijs. Mm-hmm. Het volgende is een iets... ook een vergelijkbaar overzichtsartikel, maar dan uit Engeland. Rosemary Luckin. Meer vanuit het veld zelf, van onderzoekers. Terwijl die van der Vorst en Jelicic kijken er meer van buitenaf naar. Mm-hmm. Kennisnet heeft ook twee documenten geschreven. En ja, beide... bevatten volgens mij hoofdstukjes over in ieder geval hoe het werk van een docent zou kunnen veranderen. Oké. Maar de organisatie at large, daar weet ik wat minder van. Ja, dat is een hele, hele brede, vooral als je het hebt over een organisatie in de grootte en mate van de TU en de complexiteit. Maar ik probeer eens even te denken van, wat zijn nou de aandachtspunten waar ik als business analyst moet opletten? Stel je voor, iemand wilt een AI-software invoeren en die moet ik gaan analyseren vanuit het perspectief van de business. Ik weet er nog niks over. Dus waar moet ik nou opletten? Ja, goed punt. Dus denken mensen dat docenten ook met vanuit dat perspectief informatie zouden willen hebben?
Ja, ik kan me wel voorstellen. Ja, ja, de docenten. Ik heb het idee dat docenten veel bezig zijn met de praktische en didactische aspecten van AI zijn. En wij als business ondersteuners zijn bezig met, nou, wat voor impact heeft dat aan al de rest? Aan die hele grote ijsberg onder het water. Ja. Daar was ik meer op zoek naar. Maar misschien moet ik het even gaan verdiepen in de literatuur dan. Ja, simpele antwoorden heb ik in ieder geval niet. Okay. Maar daar zijn we niet per se naar op zoek, denk ik. Maar bedankt voor dit perspectief. Ik kijk eventjes naar wat jullie hebben toegevoegd in het kolommetje inspirerende voorbeelden. Ik raad je natuurlijk allemaal aan, als je echt geïnteresseerd bent, om deel te nemen aan de SURF Special Interest Group over AI in Education. Misschien zitten jullie daar al in. Ik zie dat er een voorbeeld is van zo'n SURF handboek. Anders? Dat gaat dan over toetsvragen. Ja? Dat ding wat ingediend is met die Type of AI in Education, dat is nou typisch een voorbeeld van, ik zeg, kies daar 3 onderwerpen uit en hou er een praatje over in zo'n sessie. Dan kunnen mensen ook zeggen, nou, niet iedereen is overal in geïnteresseerd, en dan kunnen mensen inschrijven op 2 van die 3 onderwerpen, vind ik wel boeiend, en dan kom je natuurlijk naar SURF of wat dan ook. Dat lijkt me dus wel wat, dan wordt het iets concreter, als ik dat zo lees. Dus. Snap je? Ik vind het wel een mooi overzicht dit. Ja, bij zo'n overzicht denk ik ook aan wat ik laatst Inge Molenaar zag presenteren. Die maakte de analogie tussen AI en ed en voortgang op het gebied van self-driving cars. Dus zelfrijdende auto's. Ja. Je hebt de auto's zonder enige vorm van slimme technologie. Je hebt auto's waar je die kunnen helpen met bepaalde taken, cruise control, bijvoorbeeld in de snelheid. Je hebt auto's die ook het stuur kunnen bedienen, tot echt zelfrijdende auto's waar je het stuur en de rem bijna niet meer hoeft aan te raken. Naar analogie daarvan klassificeerden ze toepassingen van AI-ed ook van in hoeverre docenten nog nodig zijn in de directe interactie. Of dat leerlingen daar zelfstandig mee kunnen werken. Ja, klinkt logisch. Dus. Ja, kijken. Automatic test scoring had ik er nog niet echt bij staan. Dus dit is plagiaatdetectie. Ook een vorm van AI. Niet meteen de meest interessante. Maar wel erg bruikbaar. En teaching assistance, dat vind ik ook een goeie. Ik denk dat veel applicaties lijken zich te richten op het overnemen van taken van de docent. Maar ik denk dat er ook juist een rol kan zijn voor AI-tools om docenten te ondersteunen. En eigenlijk gaat dit hele rechterdeel van deze diagram daarover. Dus inderdaad, goeie. Ik wil deze even laten zien. Kijk, zien jullie nu de showcase? Van de IED. Daarvan werken niet alle links meer, maar er staan een aantal die nog wel werken. En de
Dit is de International Society for AI and Education, die vooral vanuit onderzoek hiermee bezig zijn. Dus dit, ja, sommige dingen leveren hier voornamelijk research prototypes op. Maar tezamen geven ze wel een redelijk een leuk gevarieerd beeld van wat voor soort dingen je allemaal aan kan denken. En achter sommigen zit echt jaren, zo niet decades, van research effort, zoals de Watson Tutor. Waar IBM, IBM vandaan komt. Even kijken. Ik zie dat we niet zoveel tijd meer hebben. Het lijkt me goed om het nog even te hebben over vervolgstappen. Hoe zouden we hier nu mee verder kunnen gaan? Zien jullie, hebben jullie nieuwe inzichten opgedaan? Dat is de reflectie. En wat zouden we nu verder kunnen doen? Als iemand daar het woord over wil nemen, mondeling, dan kan dat. Als je liever iets wilt typen, vind ik dat ook prima. Ik heb het dus al eerder gezegd, maar ik zou dus echt nu een sessie bij elkaar gaan zitten. En, want ik zou toch een beetje van dat online af ook. En dan kun je echt misschien iets concreter worden. Gewoon met wat voorbeelden en mensen uit de praktijk. En dan in een, even polsen via Zoom hoeveel mensen daar dan in een zaal bij elkaar willen gaan zitten. Om daarover te brengen. En begin de presentatie van de SIG-groep. Dat doet ook altijd wel goed. Mensen die dat verstand van zaken hebben. Dat zou een mooie vervolgstap zijn, denk ik. In ieder geval een volgende stap. En meestal komen er ook wat publicaties op de web dan van SURF. Kunnen mensen dat teruglezen, wat daar besproken is? En hè, als ze toevallig niet kunnen. Ja, ik kan me daar wel bij aansluiten. Volgens mij moeten we zorgen dat we in Nederland een community daar gaan bijdragen. Waar we gewoon deze dingen met elkaar gaan delen. En dat kan op alle, je hebt een heleboel manieren aangegeven anders. Ik zie websites, blogs, handboeken. Ik denk dat alles bijdraagt tot. En nou, jij geeft er eentje aan. Hè, live in de praktijk voorbeelden delen met elkaar lijkt me ook een hele interessante. Ik denk dat die pas na de zomer weer gaat komen. Maar ja. Oké. Denk je dat er op een of andere manier budget vrijgemaakt zou kunnen worden voor dit soort dingen? Denk je dat we daarbij binnen SURF of de NL, Nederlandse AI-coalitie? Ja, dat denk ik wel. SURF heeft sowieso wel budget om dit soort dingen in gang te zetten. Kan je, dus de inschrijving is dan gratis. En zij zorgen dan voor de huisvesting. Meestal kost dat niks. Ik heb al heel veel van die sessies gehad, dus dat lijkt me geen probleem. Ja. En NLAI heeft zeker ook budget om dit soort dingen te doen. Wat te willen is dit promoten. En je ziet dat het nog een beetje moet gaan leven volgens mij. De groep moet groter worden, dus het kan geen kwaad om dat in gang te zetten. Want anders zijn we straks te laat. Mm-hmm. Oké. Okay. Zou zo'n interactief een beetje zo'n notitiebord als ik nu in het leven heb geroepen, zou dat bestand zijn tegen een grotere groep? Zou het goed zijn om dat met een grotere groep te delen en kijken wat er dan gebeurt? Ja, ik zou het met wat een bekende manier van doen is dat je in groepjes gaat zitten. Dus je hebt al 4 of 5 onderwerpen. Dan zeg je waar heb je het meeste mee te maken. Dan ga je met die groepjes apart even brainstormen en na 20 minuten komen ze weer bij elkaar en hebben ze allemaal van die briefjes geplakt. Dat lijkt een beetje op dat bord wat je nu hebt. En dan krijg je heel veel inspirerende ideeën uit. In plaats van dat iedereen over elk onderwerp iets moet zeggen, dat is vaak lastig.
Bijvoorbeeld Learning Analytics zijn een paar mensen die daar veel meer mee te maken hebben gehad. Die gaan bij elkaar zitten en die werken dat uit voor dit gedeelte AI in onderwijs. En dan krijg je heel lang een boekwerkje, een handwerkje van wat mensen nuttig vinden. Ja, ik had twee... Aan het eind van elke sessie hadden we ook altijd de vraag waar willen jullie de volgende keer over hebben. Dus je moet meteen aanhaken op de volgende. En dan zie je dat een paar mensen die suggereren wat. En dan zie je wat voor reacties daarop komen. Wat het meeste leeft, wat het meest behoefte aan is. En zo krijg je een continu een update van de sessies. Dus... Oké. Als ik die vraag meteen terugkaat naar jullie allemaal. Waar willen jullie het de volgende keer over hebben? Nou, ik zou willen beginnen met mensen die al wat verder zijn met die ontwikkeling en die al AI gebruiken in het onderwijs, dat die een keer een voorbeeld laten zien hoe dat werkt. Daarmee wordt het echt concreet. En dan krijg je vanzelf wel inspiratie van, ja, maar wacht even, in mijn vakgebied werkt dat niet. Ja. Dan ga je nadenken. Maar nu is het nog zo abstract eigenlijk voor zoveel mensen. Ik praat er wat met docenten over, ze hebben eigenlijk geen idee waar ik het over heb. Kan ik ook niet makkelijk verder. Ik zit daar in deze meeting ook mee te worstelen, want ik heb vanuit een aantal topics heb ik zelf ervaring en kan ik dingen delen. Maar als ik dat doe, dan ga ik heel erg de content in. Ja, terwijl ik in deze sessie juist probeer ook overzicht te creëren en wensen van jullie op te halen. Ik denk dat je gelijk hebt dat door te focussen op een deelonderwerp, kom je waarschijnlijk verder dan? Nou ja, als je er drie sprekers uitnodigt en jij bent er één van, maar je doet dan op jouw vakgebied dan wel de diepte in, dat is natuurlijk prima. Snap je? Dan heb je, voor mij kom je zo wel een stuk verder. Oké. Even denken. Ik wou nog even terug naar mijn presentatie. Hey Anders, nu ben je ook weg. Oh jee, even kijken. Oh, ik zie het. Ja, je bent er weer. Heb ik hem weer? Ja. Oké, en je ziet ook een presentatie weer? Ja. Oké. Ik had dus eigenlijk nog wat meer voorbeelden willen laten zien, maar dat, ik denk dat het inderdaad beter is om dat... Dat zou ik in een grote groep gewoon delen en misschien wat linkjes sturen, maar je moet nu gewoon een real-life sessie gaan plannen volgens mij. Om verder te gaan. Het kan natuurlijk nog steeds online, maar de vakantie komt eraan, dus ik ga dat over de zomer heen tillen. Oké. Nou, ik heb in ieder geval al een hoop ideeën van jullie gehoord. Nog niet direct schetsen, maar wel ook een paar voorbeelden van hoe leuke dingen eruit zien. Dus dat is mooi. Ik wou nog even twee dingen noemen die ik zelf als inspiratie zie. The question is not what will the computer do to us, maar wat gaan wij er van maken? And the point is to make the future. Van Seymour Papert is deze. Dus het gaat om to appropriate the technology, om je echt de technologie eigen te maken en naar je eigen hand te zetten. Ik denk dat we dat willen, dat docenten daartoe in staat zijn. Nou, dat is wel een beetje de ambitie. Ja, je ziet bij veel docenten vaak de angst door die onwetendheid, dat ze een beetje bang zijn, want ik weet eigenlijk niet meer precies wat er allemaal gebeurt en wat er wordt overgenomen. Dat is precies wat we niet moeten willen. We moeten wel controle houden, dat staat hier eigenlijk ook. En dit is een visie van drie mensen in het AI-ed vakgebied, vanuit onderzoek. Die zien een science learning space voor zich, waarbij in de rechterkolom dan, je automated assistants hebt van tutor agents, dat je veel opties hebt, veel studentenkeuze en dat die vrijheid hebben om in hun eigen tempo te leren, zowel concepten als proceskennis.
En dat ja, de technologie ook dingen monitort en ja, daarop in kan springen. Ja, gepersonaliseerd, dat staat eigenlijk met heel veel woorden. Ja, en dat je door dingen te representeren en modellen te maken, dingen expliciet maakt en toegankelijk, zodat de computer daar ook mee kan redeneren. Ja, exact. En daar feedback op kan geven. Je gebruikt de techniek om je om onderwijs te verbeteren hierin. Ja, en dat het niet en alleen maar... Dit is 1998, hè? Ja. Grappig dat we er toen al zo over dachten. Ja. Ja, en ze zijn er nog steeds mee bezig, dus ze hebben een lange adem, dat is goed. Waren de echte visionairs. Ja. Ja, een collega van Ken Keudinger hadden we laatst in ons seminar. Vincent Aleven is dat. Die komt oorspronkelijk uit Nederland, maar die werkt nu dus bij het spin-off bedrijf wat uit hun researchgroep, Carnegie Learning. Dus dat is ook een mooie... Oké. Volgens mij is het tijd om af te sluiten. Dus ik wil jullie... De referenties heb ik gedeeld in de Padlet. Ik wil jullie danken voor de tijd en aandacht. Jij ook, ja. En als je nog meer ideeën hebt, deel ze gerust via het Padlet. En ik ga daarmee aan de slag om te kijken wat ik er verder mee kan. En ja. Dan hou ik jullie op de hoogte. Is goed, oké. Als iemand nu nog ideeën heeft over vervolgstappen, mag hij die ook nog delen. Maar... Nou, ik ga naar de volgende meeting. Dus... Ja. Oké, okay. Yes. Succes. Dankjewel, Anders. Okay. Bedankt en prettig weekend. Oké, hetzelfde. Hartstikke bedankt.